Burgerzoo bestaat al 107 jaar, sinds 1913 nog nooit dicht geweest. Zelfs tijdens de oorlog konden bezoekers er gewoon terecht. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Burgers haar deuren dus moeten sluiten. Met 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Nu is er alleen nog maar personeel en een heleboel dieren. Ja. Alex, dat moet verschrikkelijk zijn. Gekke tijd. Ja, toch? Ja. Ja. Nee, het is net ook al verwoord, van het gaat nu om het coronavirus, om dat onder bedwang te krijgen. En daar is natuurlijk alle aandacht voor. En ook de gezondheid van de mensen. Ja. Maar tegelijkertijd is het heel vreemd. Net werd ook al gezegd, de dieren zijn er. Dus de verzorgers zijn er ook. Gaat gewoon door. Best vreemd dat dierverzorgers geen vitaal beroep zijn. Is het niet zo? Nee. Dus daar zijn we met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen landelijk ook naar aan het kijken. Om dat erbij te krijgen. Ja. Want ja, zonder verzorgers, dan wordt het toch vrij moeilijk voor die dieren. En dat zou betekenen, als er een lockdown zou komen, dan hoe krijg je je mensen bij je dierentuin? Ja, gelukkig is de kans op een lockdown lijkt steeds kleiner te worden. Ja. Maar we hebben uit voorzorg hebben alle dierverzorgers een brief meegegeven. Die ligt bij hun in de auto, zodat op het moment dat het toch zou gebeuren, dat ze die brief kunnen laten zien. En dat, mag, ze, bij, dat ze bij ons echt dat ze komen. Vitaal en cruciaal zijn. Niet, als de ratelslangen en de varanen gevoerd moeten worden, dat kan je niet allemaal zelf doen, hè? Het wordt een beetje veel, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Nee, dus daar hebben we de dierverzorgers erg hard voor nodig. Ja. Ze zijn ook in teams ingedeeld, dat ze elkaar niet ontmoeten. We hebben allemaal extra maatregelen genomen, natuurlijk, zoals het RIVM heeft aangedragen, maar ook die splitsing. En zodra iemand een beetje aan het kuchen is, dan is het al meteen even overlegd met de biologen en met ons om te kijken van hoe gaan we daarmee om. Thuis blijven. Hebben jullie besmettingen onder het personeel? Zijn er mensen met corona? Er zijn mensen ziek geweest, maar er wordt bijna niet getest. Dus dan is het ook even de vraag van, hebben ze corona gehad? Ja. Maar we proberen het echt zo veilig mogelijk te doen. Ja, dus is dan er twijfel. In thuisquarantaine. Ja, en een aantal mensen zijn dus ziek thuis. Een aantal mensen zijn uit voorzorg thuis. Maar gelukkig hebben we nog steeds een hele grote ploeg die voor de dieren kan zorgen. Ja. Ja. Hebben jullie nou andere hygiënemaatregelen, zeg maar? Want jullie hebben ook primaten, mensapen. Ja. Moet je daar extra voorzichtig mee zijn? Nou, bij de mensapen waren we altijd al voorzichtig. Dus kinderen mochten al niet bij mensapen komen voor het risico voor overdragen van de ziektes met entingen en dergelijke. En daar hadden we al afstand. Wij werken niet hands-on. Dus het is niet zo dat we meer bij de olifanten in het verblijf gaan of bij de apen, wat vroeger heel normaal was in de jaren 60, 70. Ja. Die afstand die is er. Ja. Maar we zijn nu extra voorzichtig om te zorgen dat de dieren het ook niet krijgen. Want dat is natuurlijk ook bekend, dat zeker mensapen zijn zo nauw aan ons gerelateerd. Ja, die zijn heel vatbaar. Er komt geen geld binnen nu. Nee, klopt. Hoe ga je dat overleven? Ten eerste ben ik op mijn knietjes dat ik in Nederland leef. En dat we in Nederland leven. Want Nederland heeft het eigenlijk, als we het wereldwijd bekijken, heel goed voor elkaar. Mm. We werken ook bijvoorbeeld in Belize. Nou, dat is natuurlijk een heel ander land. En daar zijn de maatregelen ook wat anders. Ze zitten er bovenop, maar steun is natuurlijk een stuk minder. En gelukkig is in Nederland, de Nederlandse regering, maar ook provinciaal en lokaal, wordt er echt naar gekeken. Ja. Maar tuurlijk, je gaat een veer laten. En dat kan ook niet anders, hoe goed de ondersteuning ook is. Nee, en jullie bestaan al lang, dus kan we bestaan 107 jaar en we hebben natuurlijk de oorlogen meegemaakt, we hebben crisis meegemaakt. Net werd de MKZ-periode ook al vermeld. Om heel eerlijk te zijn, de MKZ-periode heeft ons park ook heel zwaar getroffen toen. Toen hebben we 60% omzetafname gehad in ongeveer 2 maanden tijd. Ja. En toen was er geen enkele regeling. Dus dat is wel heel apart, dat het is nu treft het heel Nederland. Ja. En zijn met heel Nederland staan we schouder aan schouder. En dat is heel fijn. Ja, bij eerdere crisis was het niet altijd dat we schouder aan schouder stonden. Heeft de provincie toen ook niets gedaan voor ondernemers? Volgens mij, ik denk dat we wel wat hebben gedaan toen. Maar met name in de veehouderijsector en niet in de aanverwante sectoren. Ja. Ja. Wat ik wel afvraag altijd bij... Je ziet bijvoorbeeld culturele instellingen. Iedereen is bezig om ook te kijken van kunnen we toch nog wat doen? Ik neem aan dat jullie daar ook over nadenken. Ja, we denken er heel hard over na van wat kun je? Kijk, mensen toelaten tot het park, dat kan gewoon niet. We krijgen echt ook collega dierenparken, hebben we ook dagelijks contact mee. Er zijn ook verzoeken van mensen die een laatste wens hebben om nog naar een dierenpark te gaan. Ja. En die laatste wensen kun je dus ook niet meer aan voldoen. We krijgen brief van abonnementhouders. We hebben er 10.000 die het park missen. De gidsen 200, daar hebben we ook van gezegd.
zeggen, kom niet in het park. Nee. Aan de andere kant, nou, digitaal, dus het op afstand. Ja, daar zijn we nu natuurlijk ook druk mee bezig. We hebben bijvoorbeeld de Silent Zoo. Dat is dan 2,5 uur. Kun je meekijken bij ons in de mangroven. En hoor je de vogels en zie je de vlinders fladderen. Toch een beetje bij. Ja. En die abonnementhouders, hè, want ik hoor ook geluiden van mensen zeggen, ja, ik heb een abonnement, maar dan kan ik nou een paar maanden niet gaan. Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, we hebben naar onze abonnementhouders al gecommuniceerd. En de tijd dat ze niet naar het park kunnen, die krijgen ze extra op het moment dat het park weer open gaat. Maar hartstikke het is, fijn. Het is die tijd, maar het is ook gewoon, er zijn abonnementhouders die komen elke dag. Ja. En we zijn echt een onderdeel van hun leven. Van en dat bestaan. Is natuurlijk voor iedereen nu. Iedereen moet zijn routine, zijn manier van werken en doen aanpassen. En we begrijpen het allemaal. Het is allemaal voor om het in te dammen. Mm-hmm. Maar het is af en toe het is apart. Ja. Het is heel vreemd. De dagen van iedereen zien er anders uit, ook die van jou. Hè? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit in de horeca. Want Burgers Zoo, dat gaat nog wel even goed dus. Ja. Ik ga dan vragen aan Lisbeth de Zoete. Jij bent... Vergeet nou de microfoon niet meer. Nee, heel goed. Jij bent samen met je man eigenaar van Café de Schoof. Hè? Klopt. En voorzitter van de horecavereniging van de Korenmarkt. Ondernemersvereniging Korenmarkt, maar eigenlijk beslaan we een beetje het hele korenkwartier. Ja, oké. Okay. Zoiets als dit heb je natuurlijk nog nooit meegemaakt. Nee. Nooit. Nee. En hoe ga je daarmee om dan? Dag voor dag eigenlijk, wat er gebeurt en wat je moet doen. Ja. Maar het is, wat ik net ook al zei, het is een hele vreemde situatie. Ja. Ja. En wat betekent dit voor jou persoonlijk? Zorgen. Ja. Ja. Ik ben heel, heel blij dat deze week minister Rutte goede maatregelen heeft getroffen voor het personeel. Mm-hmm. Dat we niet hoeven te ontslaan. Mm-hmm. Hè, dat al je personeel krijgt arbeidsongeschiktheid. Of arbeidsongeschiktheid. Mm-hmm. Arbeidstijdverkorting. Arbeidstijdverkorting. Ja. Ja. Dat vond ik al een pak van mijn hart. Want er zijn wel mensen die, we hebben ook mensen die werken al meer dan 35 jaar bij ons. Ja. En dat is ook een zorg die je hebt. Ja. En ook gezinnen en... He, dat je hoopt dat dat ook allemaal goed komt. Dat is eigenlijk wel je eerste zorg. Ja. Je zegt 35 jaar werken al bij ons. Jullie bestaan 40 jaar dit jaar. Ja, hè? Klopt. Dat valt natuurlijk ook helemaal in het water. Kun je daar nog wat mee? Nee, daar zijn we nu op dit moment eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee. Mm. Dus nu kijken wanneer alles weer voorbij is. Wanneer we weer aan het werk kunnen. Ja. Ja. En je collega-ondernemers op de Korenmarkt, hoe gaat het daarmee? Iedereen maakt zich wel zorgen. Ja, kijk nu, ik moet wel, meneer Alexander, net ook nog, we mogen blij zijn dat we in Nederland wonen. Dat ten eerste hoor, want ik vind wel dat het heel goed opgepakt wordt. Mm-hmm. Op dit moment redt iedereen zich nog wel. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk wel veel uitstel van betalingen. Ja. Die toch straks ooit betaald moeten gaan worden. Ja. 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 En dan denk ik dat er wel veel klappen gaan vallen. Ja. Ja. Je zei net al, ik ben heel blij dat minister Rutte wat doet. Ben je het ook eens met zijn beleid zo, het sluiten van cafés? Ja, dat kon gewoon niet anders. Gezondheid gaat voor alles natuurlijk. Ja, er werden net al twee presidenten geciteerd, eigenlijk Bolsonaro en Trump. Er is ook een Ghanese president die gezegd heeft, we kunnen de economie wel weer aan de gang krijgen, maar niemand weet hoe je een mens weer levend kunt krijgen. Dus dat is toch het belangrijkste natuurlijk. Ja. Wat hoor je van de mensen om je heen op de Korenmarkt? Bij je collega's? Dat je er toch nog heel druk mee bent om alles te regelen. Want je hebt allerlei belrondes ook, hè? Je belt met ik ben dan ook bestuur, zit in het bestuur van Koninklijke Nederland, regio Arnhem. Mm-hmm. Waar we belrondes hebben gedaan, gewoon om eens te vragen bij ondernemers. Waar loop je tegenaan? Mm-hmm. Heb je nog problemen? Kunnen we je ergens mee helpen? Mm-hmm. Maar iedereen is eigenlijk een beetje... Nou, vooral de huur is een groot probleem. Want niet alle huurders zijn makkelijk erin. Of... Mm-hmm. En nogmaals, dat blijft ook, al wordt het gehalveerd, in BV bijvoorbeeld gezegd, 21 dagen uitstel. Mm-hmm. Maar in diezelfde brief stond ook, uitstel is geen afstel. Ja. En dat is wat iedereen veel zorgen baart. Wat als we straks open moeten? Hoe mogen we straks weer open? Mm-hmm. Mogen we gelijk weer vol? Of wordt dat weer zoals het in het weekend daarvoor was? Aantal personen, 100 personen, maar wat ook een probleem natuurlijk wordt. Het is terrasseizoen, is het in juni, juli, als we dan weer open zouden mogen? Ja. Hoe kun je dat in de hand houden? Hè? Mm-hmm. Ja. Iedereen is blij dat hij er weer mag komen. En dan moet je ook weer zeggen, nee, je mag niet komen, want we zitten alweer vol. Ja. Ja. Ja, je wil geen nee verkopen natuurlijk. Als je nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Ja. Nou staan horeca mensen bekend als tamelijk inventief. Hè? Zie jij ook allerlei initiatieven ontplooid worden? Heel veel initiatieven. Ook natuurlijk thuis bezorgd of afgehaald. Wat ook wel weer een beetje moeilijk is om voor een aantal ondernemers... omdat je ook niet precies weet, val ik dan nog wel in alle regelingen? Ja.
Dus ik raad ze dan ook zeker aan, als je twijfel hebt, neem contact op met Koninklijk Kork in Nederland. Die kan je daar veel over vertellen. Mm-hmm. En, maar ook initiatieven van, toevallig dat ik dat vandaag ook in de krant las, van Bistro Bootsma. Die gratis soep gaan weggeven, mensen kunnen afhalen. Mm-hmm. Ook om een beetje bezig te blijven en ja. mensen te helpen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Verwacht je dat veel ondernemers het niet redden? Ja. Ja? Dat, ik had gisteren hadden we een vergadering via Skype. Ik kan het tegenwoordig ook. iedereen leert van alles. Ja. Nederland. Ja. En daar is toch wel ook van landelijk dat ze 40% verwachten. Dat 40%? Ja. Dat is nogal wat, hè? Heel ja. veel, ja. 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 Het is niet zo'n vetpot, hoor, de horeca altijd. En het is moeilijk reserves op te bouwen. Ja. En wat ik zeg, het is, straks komt het allemaal terug, hè. Al die uitstel van belasting, uitstel van gemeentelijke belasting. Ja. Je huur, ja, het komt allemaal een beetje terug. En het seizoen haal je niet in. Dat is geweest, die inkomsten zijn weg natuurlijk. Die inkomsten zijn weg, ja. En vooral ook een hele goede tijd is dit normaal gesproken voor de horeca deze maanden. Ja. Nou hoop ik dat de terrassen weer heel snel vol zitten. Dat hoop ik zeker ook, want dat betekent dat de coronacrisis in de klauwen is, om met, in de woorden van meneer Marking te spreken, maar ook dat jullie gewoon weer open kunnen. Ja. Ik zag net de beelden van de bevrijdingsfeesten. Misschien krijgen wij ook nog wel zoiets. Het zou fantastisch zijn. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, en ik gun jullie toch een heel mooi 40-jarig bestaan. Potjandori. Ja. Alex, al die beesten moeten eten. Ja, je krijgt van die hele gekke situaties. Want het eten wat wij kopen komt via een horeca-groothandel. En die had bedacht, de horeca is dicht, dus we hoeven niet meer te rijden. Dus toen hebben we maar heel snel even een belletje gepleegd van, onze horeca is misschien wel dicht, maar onze dieren hebben nog wel eten nodig. En dat is toen heel snel geregeld. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel aan het kijken, want soms komt het eten ook uit het buitenland, uit Engeland of uit Frankrijk. Soms hebben we wormpjes nodig, vliegjes nodig en dergelijke. Ja, daar zijn we wel heel druk mee om te zorgen dat ook eten, om die aanvoer te houden. Ja. En wat als dat niet lukt? Moeten ze dan op een alternatief dieet? Of ga je vliegen vangen? Wat ga je doen? Dat zou we kunnen gaan proberen. We hebben nu in ieder geval 2 maanden eten hebben we. Dan zijn we nog wel even afhankelijk van het dagverse, het weekverse eten. Daarnaast ook weer in de gezamenlijkheid met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, dus onze collega's in Nederland, zijn we ook aan het kijken naar de toeleveranciers. Ja. Want er zijn die hele specialistische toeleveranciers die aan iedereen leveren. En daar zijn we heel afhankelijk van. En wij willen ook heel graag dat zij in de lucht blijven. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook met de vlinders. Die komen uit Costa Rica. Nou, als niemand meer bestelt in Europa en Amerika, dan hebben we daar ook een probleem. Ja. Dus we zijn ook echt wel als dierentuinen schouder aan schouder met de Nederlandse vereniging, met de Europese, maar ook met de wereldwijde vereniging. We hebben ook echt wel contact met elkaar. En we krijgen ook al berichten uit China. Dus we krijgen ook al berichten uit Shanghai, uit Wuhan, uit plekken waar aquaria en dierenparken zitten, om te horen hoe gaat dat nou weer? Hoe gaat dat opengaan? Want dat dichtgaan, dat is 1. Ja. Het weer opengaan is natuurlijk 2. En zijn zij alweer langzaam aan het openen? Langzaamaan zijn zij weer open aan het gaan, de situatie redelijk onder controle. En sommige parken hebben bepaalde restricties, wel buiten, niet binnen. En soms zijn er andere restricties. Mm. Dus we proberen heel erg met van elkaar te leren en in gezamenlijkheid daarop te trekken en te zorgen dat, dat het goed gaat. Ja. Het klinkt bijna alsof je nu drukker bent dan daarvoor, klopt dat? Ik dacht even ook van, goh, we zijn dicht, dus dat zal... Lekker relaxed. De agenda is redelijk leeg, maar het is wel gewoon de hele dag afspraken maken met de mensen. En we hebben die verantwoordelijkheid voor de dieren. Ja. We willen zorgen dat goed gaat voor die dieren en dat die er zo min mogelijk van merken. Merken ze er iets van? Hebben ze door dat wij geen aapjes meer komen kijken? Qua verzorging merken ze er gelukkig dus niks van. Nee. Er is geen publiek. Nou hebben we dat in de winter ook wel eens. Dan moeten ze ook wel weer even wennen van, goh, het is druk op een zondag of in het voorjaar wordt het druk. We merken dat ze iets alerter zijn. Dus op het moment dat er iemand langskomt, dan letten ze meer op. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel hands-off. Dus de bezoeker kan niet bij heel veel dieren in het verblijf komen. Dat wordt hem niet. Natuurlijk in de bush hebben we dat er volgens iets meer op de paden lopen waar overdag de bezoekers lopen. Ja, en ze reageren niet zoals op Henk Luthe. Want als ze de dierenarts zien, de dierenarts zien, zeker de mensenapen. Maar we zitten met Henk zitten we wel met een puntje. Die is even ziek thuis geweest. Oh, nee. Dus we hebben een vervanger voor hem gehad. Ja. Dus toen hebben we meteen ook weer plan C moeten maken om een vervanger voor zijn vervanger te hebben. Oh. Als zijn vervanger uit zou vallen. Nee. Dus op die manier ben je altijd bezig. Maar ook daar weer helpt een van de collega's dierenpark. En Henk gaat gelukkig alweer een heel stuk beter. Dus er komen heel veel zaken komen er om de hoek kijken waar je van tevoren niet aan denkt. En je kunt draaiboeken maken wat je wil. Maar dit is je kan het niet allemaal voorzien. Dit is heel uitzonderlijk. Nee, precies. Nou, Henk, beterschap dan vanaf deze plek.
Nog even naar de overkant, Jan Marking, de commissaris van de Koning John Berends, die deed onlangs een heel duidelijk beroep op alle Gelderlanders. Kom met ideeën om de samenleving overeind te houden. Komen die ideeën binnen? Ja, die ideeën komen binnen. De eerste, ik heb er zo twee voor de geest. Daar is een initiatief om met bloemen, hè, waar ik het net ook al over had, om met bloemen wat te gaan doen. Ja. Ik ga dat nog niet helemaal verklappen, maar nee. Dat kan wel een mooie publieksactie zijn. En de laatste, heel kort, kan dat? En de laatste is dat er een initiatief is voor vrijwilligers in de zorg. Die hebben zich gemeld en die zeggen van wij willen graag wat doen. 10.000 hebben zich daarvoor gemeld. 1.000 plaatsen zijn er op dit moment. Dus daar zijn we ook mee aan het kijken wat we daarmee kunnen. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden. Dus daar zit ook wel weer een heleboel creativiteit in die maatschappij. Dat is de positieve kant ervan, hè?